Ja, Stefan, het is tijd. Het is tijd, het is zover. Ja, inderdaad, wij hebben niemand minder dan Lucas van Dijk in de studio. Ik zou zeggen, trap het af. Ik heb bijna het heilige middel van de goochelaar meegenomen. Een pakje kaarten. Ja. Je kent het gegarandeerd, je weet welke kaarten erin zitten. Zeker, ja. Ik wil graag dat jij één kaart gaat selecteren. Oké. Oké. We gaan een aantal vragen belangs. In de kaart hebben we rode en zwarte kaarten. Mm-hmm. Zou je de rode of de zwarte kaarten graag willen gaan gebruiken? De rode. De rode. Ja. Dan hebben we dus de harten en de ruitenkaarten. Mm-hmm. Welke van de twee wil je het liefst gebruiken? De harten. De harten. Ja. Dan hebben we plaatjes en getallen. Welke wil je gebruiken? De getallen. De getallen. Oké. En heb je voorkeur voor welk getal? De twee. De twee. Ja. Dus de harten twee is de kaart die jij selecteert. Ja. Vooraf heb ik één kaart omgedraaid. Oké. Nu vind ik hem wel mooi worden. Ja, dat wordt dan nu al best wel interessant opeens. Ja, zeker. Oké, ik heb de kaart even uit de doosje gehaald. Ik focus hem eventjes een beetje op de camera, want dan kunnen we een beetje zo door het kaartspel heen gaan. En je ziet, hij zit al vrij vooraan, dat er één kaart ligt omgedraaid. Ja. Er is inderdaad één kaart, je hebt er net alle kaarten uitgespreid, dus één kaart die zit omgedraaid. Nou, Steven, het zou bijna een wonder zijn, hè? Als dit zo is, Steven. Ja, als dit zo is. Ik wil niet zeggen dat ik mijn schoen opeet, want ik ben een beetje bang dat het wel zo is. Nou ja. De twee, de harte twee. Het is zover, ja. Zal ik hem heel even van je kunnen overpakken? Ja, tuurlijk. Ik heb het laten zien hier in de camera. Kijk, het is inderdaad echt de harte twee. Wauw. Ja, dit vind ik alleen al cool. Want het is gewoon iets wat je ter plekke bedenkt en dan zit hij er al tussen. Ja, ik vind het tof. En dit is dus het goochelen, waar je met de neus bij je op zit en je snapt er niks van. Wauw. En jij denkt, ik weet al lang hoe dit werkt. Nee, ik heb geen idee, echt niet. Oké. Nee, ik vind het... ik dacht, misschien weet jij wel. Ik vind het waanzinnig. Ja, zullen we er nog eentje doen? Ik start weer het goochelmuziekje in. Ik ben heel benieuwd. Oh, daar hebben we het spannende deuntje weer. Ja. Ik heb als eerste een voorspelling. Ik heb deze uitgetypt. Ik geef hem eventjes aan jou, de envelop. Bekijk hem nog niet, maar bescherm hem met je leven. Oké. Stefan krijgt hier een gouden envelop. Ja, lijkt net de postcode loterij wel. Ja, of Charlie en de chocoladefabriek, weet je wel. Ja, precies. Er zit helaas geen cheque in van zoveel miljoenen euro. Dat spijt me. Helaas. Ik heb ook een boek meegenomen. Ik denk toepasselijk misschien een boek over Michael Jackson. We kennen hem natuurlijk allemaal. Ja. Deze leggen we nog eventjes hier neer, want we gaan eerst iets doen met de rekenmachine op mijn telefoon. Oké. Ik pak hem er eventjes bij. En zo, de rekenmachine. Stefan, mag ik misschien vragen in welk jaar jij bent geboren? 1999. Oh, wat oud. Ja, dat vind ik leuk om te zeggen. Oh, ja, hoe oud ben jij dan? 2001. Oh ja, dat ben ik jong. Jong. Ja, precies. Kijk, 1999 vullen we in op de rekenmachine. Ja. Laten we even nog goed in de camera zien. www.sofianetter.nl/kijk. Kijk eens. Kaboom. Even scherp staat de Niels keurig. Ja, hij staat erop. Dan doen wij keer. Misschien een tweecijferig getal. Kilian, zou je misschien een tweecijferig getal kunnen noemen? 15? 15, ja. Is goed. Mijn lievelingsgetal. Nou, kijk. Hey, dan moet het zeker slagen. Misschien is het ook leuk om nog een keer plus, weet ik het, 27 te doen. Ja, ik dag, 27ste. Ja. Plus 27 en dan drukken we op is en dan komt er een heleboel uit. 64.328. Ja. Dat is best veel. Dat is best wel veel. Ja. Nou, jullie begrijpen, er zitten geen 64.328 pagina's in het boek. Nee. Laten we zeggen, we pakken de eerste twee 64. Ja. Zou jij van mij in het boek naar pagina nummer 64 willen gaan? Stefan pakt het Michael Jackson boek aan en dan moet zij naar pagina 64, hè? Normaal gesproken 64. Zou ik met dit soort boeken ze graag willen lezen. Maar jij bent wel zo'n muziekfan, hè? Ja, maar daar hebben we nu even geen tijd voor. 64. En zou je hardop het eerste woord op die pagina willen lezen? Dat is onvergetelijk. 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 Mag ik het goed in de camera laten zien? Nog heel eventjes snel. Dat, als die te zien is... Ja, kijk eens. Kleine lettertjes. Het is wel een klein beetje klein, inderdaad. Ja. Onvergetelijk. Onvergetelijk. Dus. Onvergetelijk. Mag je het boek dicht doen? Die hebben we niet meer nodig. Ja. En dan mag je de envelop erbij gaan pakken. Ja. Oh, nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. De envelop mag je openmaken. Ja. Stefan. En er zit er één papiertje in. Opent hier de envelop. Je mag hem openvouwen. Ja. En hardop voorlezen en laten zien aan de camera wat erop staat. Laten we het heel veel spannend maken. Je hebt het woord onvergetelijk gezegd? Ja. En tot mijn verbazing staat hij dus ook gewoon op het papiertje. Nou! Onvergetelijk. Ik, ben een beetje flabbergasted. Ja. Ja, zo net, in het vorige blok hadden we een truc met kaarten gedaan. Het lijkt me leuk om weer eens met kaarten te doen. Maar niet met een fysiek pakje kaarten.
maar in onze gedachten. Dus ik pak er eventjes een gedachtenspelkaart bij. Ja. En ik kan één van de twee eruit halen, de rode en de zwarte kaarten. Stefan, welke denk je dat ik eruit zou halen, de rode of de zwarte? Nou, ik ging net voor de rode, dus gaan we nu voor de zwarte. De zwarte, is goed. Dan halen we de zwarte kaarten eruit. Betekent dus dat we de rode kaarten nog in onze hand hebben. Ja. Kilian, daarvoor hebben wij dus de harten en de ruiten. Ja. Stel, ik zou één van die twee in de lucht kunnen gooien. Welke van de twee zou ik in de lucht gooien, denk je? De hart of de ruiten? Laten we gaan voor de ruiten. De ruiten, is goed. Boom, gooi de ruitenkaarten weg. Hou er dus in onze hand alleen nog een paar hartenkaarten over. Ja. We hebben natuurlijk even en oneven getallen. Stefan, stel je de even of de oneven kaarten? Wat zou je daar... noem er eens eentje. Welke van die twee zullen we eruit halen? De even getallen. De even getallen. Ja. Dat betekent dus dat wij nog een paar kaarten in onze hand over hebben. De oneven. Dus dat zijn de 3, de 5, de 7 en de 9. Ja. Stel, ik zou ze op tafel leggen. En Kilian, jij mag op 2 van die kaarten je hand leggen. Even kijken, welke hadden we? De 3, de 5, de 7 en de 9. De oneven getallen. Even 2 kaarten waar ik mijn hand op mag leggen. Ja. Laten we dat doen op de 7 en op de 3. De 7 en de 3. Dus alleen de 5 en de 9 liggen nu nog zichtbaar op tafel. Ja. Stel, je zou één van die twee aan mij kunnen geven. Welke zou je dan aan mij geven? Ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. Welke hadden we er nog over? De 5 en de 9. De 5 en de 9. Zullen we voor de 9 gaan? Ik vind het helemaal mooi. We gaan voor de 9. De 9. Dus uit een heel spel kaarten hou jij de enige kaart, de harte 5, laat jij voor je liggen op tafel. Ja. Oké. Okay. Ik heb ben namelijk... heel benieuwd waar dit heen gaat. Gisteravond heb ik namelijk een voorspelling gemaakt. Ja. Niet uitgeprint, niet in een envelop gedaan. Ik heb hem op mijn website gezet. Oeh, dat is risky ook. Kilian, zou je misschien nadat we mijn website www.goochelaarlucas.com willen gaan? Ja, ik ga dat even nu intypen. Zou even kijken. En als je daar bent, is er op een gegeven moment een keuzemenu. En dan wil ik graag aan je vragen om naar het keuzemenu foto's te gaan. Ja, even kijken. We gaan naar het keuzemenu foto's. Ja. En daar heb ik 1 voorspellingsfoto geplaatst. Jij mag hardop lezen. Hier staat inderdaad tussen 2 grote voorspellingsdingen in. Staat hier op 27/4/2021, dus vandaag, wordt bij zoveel net gekozen de harte 5. Nou ja! Ja, bizar. Dit is echt. Ja, maar dit gaat ook gewoon vanaf moment 1, hè? Ja. Eerste moment, kaarten, harte 2. Nu jij weer met die 5. En dat boek, onvergetelijk. Ach. Leg het maar eens uit, hè? Ja, dat we zijn een beetje sprakeloos van, Lucas. Dan kun jij beter doen dan ik, maar ik snap er helemaal niks van. Ja, ik ook niet.